Ben je klaar met plakken? Ja, het was niet zoveel. Ik had zoveel dingen aan mijn hoofd vandaag dat ik dit bijna vergat. Ik kwam vanochtend met de post. Wat grappig. De eerste brief die ik hier krijg op de laatste dag dat ik hier ben. Weet je zeker dat er geen adres is waar we jou kunnen bereiken? Nee, voorlopig niet. Maar ik neem wel contact op. Oh ja, ik heb de cd's en de boeken hier laten liggen. Die kan Arnie dan gebruiken. Hij had hier al lang moeten zijn. Ik begrijp het niet. Fantastisch. Echt fantastisch. Net wat ik nodig had. Wat is er in godsnaam? Nee, niks. Ik ga het meteen uitzoeken. Die koffer kom ik op weg met zijn zonde ophalen. Ziet u Suzanne ook nog? Oké? Okay? Tuurlijk. Wat is er nou weer aan de hand? Kijk, als ik dat exact zou weten, dan stuurde ik je niet naar een specialist. Waarom geven jullie dokters nou niet eens gewoon antwoord? Geef jij mij eerst maar eens antwoord. Nou, vraag dan. Waarom wilde jij per se hier naartoe komen en wilde je niet dat ik daar naartoe kwam? Omdat ik geen zin heb in pottenkijkers. Nou, daar kan ik in komen. Sterf nooit op de zaak, want daar kunnen de klanten niet tegen. Wat bedoel je daarmee? Ik denk dat jij precies weet wat er met je aan de hand is, maar dat je het voor jezelf wil houden. Als ik dat zou weten, dan zat ik hier niet met zo'n kwakzalver als jij te praten. Oké, wat wil je eerst? Pillen of meteen vergif? Vergeet niet dat er een zieke tegenover jou zit. Ik heb je 2 maanden geleden al gewaarschuwd. Ja, en ik heb precies gedaan wat jij zei, verdomme. Ik ben gestopt met drinken. Dus vertel me niet dat het daaraan ligt. Ja, ik dacht ook dat het beter zou gaan, maar dat is dus niet zo. Daarom stuur ik je door naar een specialist. Je maag is niet in orde en moet een gastroscopie van gemaakt worden. Dan wordt je maag nauwkeurig bekeken. Maar hoe kan het nou? Waarschijnlijk heeft het met je werk te maken. Stress is altijd hetzelfde. Onregelmatig leven, privéspanningen. Ik denk dat je heel erg moet oppassen. En als de specialist dit bevestigt, wat zou jij me dan aanraden? Probeer ander werk te vinden. Dit werk maakt je kapot. Kap ermee voordat het te laat is. Maar hoe kan hij hier nou zo kalm onder blijven? Kalm? Je had hem moeten zien toen hij op kantoor kwam. Zo, de vergadering kan beginnen. Mooi. Nou, jij zei dat je met Linda wilde trouwen en dat je het kind wilde grootbrengen, klopt dat? Ja, zo simpel is het. Maar zo simpel is het helemaal niet. Je moet je school ervoor opgeven en alles wat je van plan was. Dat kan me niet schelen, man. Linda is van mij een verwachting en ik weet precies wat ik nu ga doen. Weet je wel zeker dat het van jou is? Ja, als we zo gaan beginnen ben ik zo weer weg, pa. Waar heb ik het nu over? Over een kind van mij of niet? Er is nog helemaal geen kind. Jij beweert dat je dit op een normale manier wilt bespreken. Nou, dit is een heel normale vraag. Oké, nog 1 keer dan. Het is mijn kind, pa. Ja, maar wat ik nou niet begrijp is dat jullie willen trouwen. Alsof dat de enige oplossing is. Ja, wat mij betreft wel. Ja, maar jullie houden niet eens van elkaar. Oké, we zijn uit elkaar. Maar dat is niet mijn idee. Ik hou nog steeds van haar en ik weet zeker dat het goed gaat. Ja, hoor je nou wat een kinderlijk gepraat? Over Linda wordt geen woord gezegd, over de toekomst van dat kind al helemaal niet. Wat heb je nou te bieden? Heb je überhaupt een abortus overwogen? Nee, het is mijn kind en ik wil niet dat ze het weg laat halen. Ja, dat wil jij. Maar wat wil Linda? En wat vindt Simon ervan? Simon weet het nog niet. Nou, dan zou ik het hem maar eens gaan vertellen. Oké, Gerrit, je hebt het in elk geval geprobeerd. Ja, veel plezier bij de paardenrennen. Ik spreek je nog wel. Dag. Nou, ik blijf hier niet langer zitten wachten hoor. Wil je tegen Peter zeggen dat ik vast naar het hotel ben? Jullie moeten zo naar het station. Ja, en die trein wil ik zeker niet missen. Voor mij blijft er niet veel over om naar uit te kijken. Had je net je baas aan de telefoon? Mm-hmm. Wil de nieuwe eigenaar je hier niet hebben? Precies. Die nieuwe eigenaar is nog een raadsel. Niemand weet wie het is, zelfs Gerrit niet. Klinkt allemaal erg geheimzinnig. Ik vind het belachelijk. Al dat gedoe voor zo'n miserig koffieshopje. Deze kleine koffieshop was eerder eigendom van de heer Gerrit Spaan. Mijn cliënt heeft deze koffieshop gekocht en wil een manager aanstellen. De keus daarvoor is op u gevallen. U dient aan de volgende voorwaarden te voldoen. Er zal een contract voor 1 jaar getekend worden. De manager zal volledig het beheer hebben over de koffieshop en heeft de vrijheid van handelen naar eigen goeddunken. Het salaris is 35.000 gulden per jaar.
U heeft 24 uur de tijd om te beslissen of u dit aanbod aanneemt of niet. Als u nog vragen heeft, moet u die nu stellen. Persoonlijk vind ik dit een zeer aantrekkelijk aanbod.